Wat zien die posters er toch goed uit? De gebaksmarkt wordt dit jaar vast de meest succesvolle ooit. Nou, dat denk ik dus ook hoor. Er komen zulke lekkere geuren uit de oven. Mm. Oh, Laila, op hoeveel graden heb je de oven gezet? 230, dat stond in het recept. Oh, op pagina 6, paragraaf 3 van het recept staat toch duidelijk... Zet de oven op 180 graden Celsius en zorg dat je hem minstens 15 minuten voorverwarmt. Wat? Hoe kan ik dat nou fout doen? Het recept was simpel. Jouw koekjesrecept dat bestaat uit 10 pagina's en 5000 woorden. Met een hele pagina gewijd aan theoretische natuurkunde en dat heeft niks met koekjes te maken. Wacht, nee toch? Ja, oké, dat was misschien een zijweg. Maar... sinds mijn sushi-training ben ik mijn culinaire documentatie gewoon heel serieus gaan nemen. Details zijn belangrijk. Om deze reden. Oh, zo erg is hij nou ook weer niet verbrand. Kijk! Oké. Dit is een beetje mijn schuld, maar ook die van jou, Shani. Het duurt langer om jouw recept te lezen dan om die koekjes te bakken. Polly, dat is toch zo? Ik ga echt geen kant kiezen, hoor. En terwijl jullie hier staan te discussiëren, ziet niemand ondertussen dat. Is dit zo'n pocketwereldding? Het lijkt een kauwgomballenmachine. Ha! Het is een portaal. Iemand heeft ons nodig. Dus laten we ze gaan helpen als een team. En dan gaan we daarna wel een nieuwe lading koekjes bakken. Als een team. Pocketwereldhelden? Pocketwereldhelden. Pocketwereldhelden. Tiny Bomber! Over zoetigheid gesproken. Dit is de nachtmerrie van iedere tandarts. Misschien moeten we hem helpen met bergen snoep eten. Misschien hadden we onze tandenborstel mee moeten nemen. Zien mijn wijngemogen dit nou goed? Polly, Pocket, Laila, Shani! Kijk, dat is de peperkoekman. Oh, hoi, pepertje. Lang niet gezien. Wat is hier aan de hand? Nou, luister maar. Die boef van een hond van mij, Cinnamon, is bovenop de kauwgomballenmachine geklommen en zo in de berenkop gevallen. En nu zit ze vast. Als we nou eens aan dat wiel daar draaien, dan komen de ballen er misschien wel uit. Ja, ja! Als jullie erbij kunnen komen. Ik zou Cinnamon het liefst zelf redden, maar het beklimmen van gladde oppervlakken behoort helaas niet tot één van mijn vele grote talenten. We doen ons best. Iemand een idee? Ik wel, misschien. Geef me een momentje. Ik loop even alle opties na. We hebben geen tijd voor een recept van 10 pagina's. Cinnamon zit vast. Oh. Laten we dit ding gebruiken om één van ons naar het wiel te schieten. Ik weet het niet hoor, Laila. Zonder het meten van de afstand, hoek, weerstand, temperatuur en windsnelheid... knal je zo de verkeerde kant op. Maar je maakt geen omelet zonder eerst een paar eieren te breken. Ik ga wel eerst. Kijk dit. Weet je het zeker? Superzeker. Ze weet het zeker. Laten we haar dan maar helpen. Maar straks vliegt ze tegen een muur aan. Laila is een sporter, dus misschien werkt het wel echt. En als dat niet zo is, dan laat ze het vast over aan een vriendin met een meer wetenschappelijke aanpak. Als ze bereid is zich in te lezen. Mag ik je wat positieve feedback geven? Jij hebt een prachtig brein waar een heel universum in past en dat vul je met zoveel mogelijk info. Maar wij twee, nou, wij hebben soms hulp nodig om je bij te brengen. Als wij samen als team willen bakken, dan moet een recept simpel genoeg zijn zodat iedereen het kan volgen. Was mijn recept dan echt zo overdreven? Hallo? Cinnamon wacht op ons. Kom op, meiden. Knallen maar. Drie stappen en samen springen? Tel jij maar af. 1, 2, 3, spring! Hey, Shani, wat zei je nou net over opties nagaan en wind en zo? Ja, Shani.
Aan welke optie zat jij dan te denken? Nou, Laila's idee om fysica te gebruiken is een mooi begin. Maar we kunnen niet vliegen, dus hebben we touwen nodig. Hele sterke touwen. Hey, Pepertje. Heb je die hier ergens liggen? Hey, ik heb denk ik nog wel wat oude dropveters in de snoepwinkel. Kom maar mee. Is dit wat je bedoelt? Dat voelt behoorlijk stevig aan. Dan is het perfect. Er liggen hier nog meer bruikbare spullen. Ik heb een plan. En ik zal het simpel houden. Je plannetje heeft perfect gewerkt, Johnny. Klaar voor fase 2? Ik ben er klaar voor, Laila. Eén flinke draai moet genoeg zijn, Johnny. Yes, wat ben ik blij om jou te zien, lieve kleine boef van me. Bedankt, Pocket Wereldhelden. Ik kan niet wachten om dit aan Prinses Rain te vertellen. En kom vooral nog eens langs als jullie zin hebben in zoetigheid. Dat gaan we zeker doen. Bedankt. En jij blijft voortaan uit de buurt van die kauwgomballen, Cinnamon. Goed gedaan, team. Go Fik! Nou, we hebben nog een hoop te doen voor de gebaksmarkt. Laten we aan de slag gaan. Johnny, het spijt me dat ik vanochtend die koekjes heb verpest. Ik beloof dat ik voortaan het recept zal volgen. Eerlijk. Bedankt, Laila. En nu we toch bezig zijn, mijn recept was echt te moeilijk en ik was daar niet eerlijk over. Het spijt me. Bedankt. Nou, tijd om te gaan bakken? Tijd om te gaan bakken! Hoi allemaal! Ik had vannacht dus echt de meest fantastische droom. Ik ging skateboarden op de regenboog glitterringen van Saturnus. Oeh, perfecte timing. Wij gaan samen skaten in de ruimte tijdens een nieuw paspoortavontuur. Het gebrek aan zwaartekracht is misschien nog een probleempje, maar dat lossen we wel op. Dit wordt zo cool. Tiny Power! Moet je die ringen zien, Johnny? En met Tiny Travel? Wat? Laten we de zwaartekracht even gaan testen. Holly! Huh? Wacht, waar is Lila? Oh nee, liet ik... je een klein beetje meeslepen? Ja, ik los het meteen op. Tiny Travel Home! Het spijt me vreselijk, Lila. We proberen het nog eens. Tiny Travel! Oké, we zijn compleet. Rollen maar! Wacht, er is nog wel één klein dingetje. Skates? Oh nee, ik besefte niet dat jullie die niet hebben. Sorry, meiden. Maar weet je, ik heb er een paar zien liggen in Eenhoornland. Zullen we die gaan halen? Ja! Yay! Dus de skates lagen bij de regenboogwip. Woe! Het spijt me dat mijn plan niet werkt, meiden. Het is oké, Polly. Dan skaten we toch een andere keer. Hey meiden, wat zijn jullie aan het doen? We wilden hier komen skaten, maar we zijn onze skates vergeten. Wat een toeval. Ik hoopte al dat ik jullie tegen zou komen, want ik heb deze voor jullie meegebracht. Heel erg bedankt, Prinses Rain. En zullen we die droom dan nu eens laten uitkomen, Polly? Laten we gaan. Soms vinden we iets zo leuk en spannend dat we vergeten te plannen. Maar gelukkig heb ik vrienden die me altijd zullen helpen. Of in dit geval aan een stel skates. Oké, nu is het tijd voor een flinke portie ruimteskaten. Tot volgende week. Dag! Hoi allemaal. Polly hier. Raad eens waar oma Pocket en ik vandaag een handje gaan helpen. De Littleton Dierentuin. Kom op. Kangaroo, koala, wombat,
klaar. Alle informatieflyers zijn weer op alfabetische volgorde. Dat is te gek, oma. Dan ga ik de volgende stapel halen. Ik ben zo terug. Oh ja, zeker. Huh? We gaan de panna vreselijk missen. Maar ik vrees dat we geen andere keuze hebben. Oh nee! Waar gaat Bouwbouw naartoe? Ik wil niet dat ze weggaat. Maar misschien kan ik nog wel even afscheid van haar nemen. Tiny Power! Hey Bouwbouw. Ik kom afscheid van je nemen. Wist je het niet? En je wilt niet weg? Oh, ik wil ook niet dat je weggaat. Wacht, dat brengt me op een piepklein ideetje. Tiny Power! Polly! Mama! Megan, wat is er aan de hand? Ben jij soms ook iemand kwijt? Want ik kan Polly nergens vinden. Ik ben zeker iemand kwijt. Onze pandabeer! En ik kan dus echt niets ergers bedenken dan het verliezen van een van mijn dieren. Polly, heb jij misschien ergens een panda gezien? Ze is groot, wollig en super schattig. Nee hoor. Ik heb nergens een grote panda gezien. En nou net vandaag. Ze zou naar China gaan reizen om eindelijk terug naar haar familie te gaan. Bouwbouw! Dus ik weet misschien wel waar een tiny panda zou kunnen zijn. Oh, Polly. Laten we haar terugbrengen voor Megan zich nog meer zorgen gaat maken. Het spijt me, Bouwbouw. Ik hoop dat nu je weet dat je naar huis gaat, je juist zin hebt in het avontuur. Go Big! Het was moeilijk om afscheid te nemen, maar ik hoop Bouwbouw ooit op te zoeken in China. En ik heb iets heel belangrijks geleerd. Zorg dat je zeker weet dat je het hele verhaal kent voor je overhaaste beslissingen neemt. Zoals het verkleinen van een grote panda. Dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Het is Aliana. Er is vanavond een zangwedstrijd in het pretpark. Oh, wat cool. Dit is zo spannend. Ik weet het. Hoe cool is het dat ze je vanuit de ruimte kan appen? Denk je dat we mee mogen doen? Kun je ons inschrijven? Misschien heeft oma dat wel al gedaan. Jullie staan er al op. Lach, Smiley. Yes! Die zomerzanglessen zijn dus niet voor niets geweest. We kunnen dat nieuwe nummer wel doen dat we geoefend hebben. Het is tijd om mijn drumskills te laten zien. En mijn elektrische gitaarskills. Oké. Het pretpark is perfect om ons nieuwe nummer te laten horen. Tiny Power! Tiny Travel! Net iets heel raars gebeurd en nu doen de lichten het niet meer. We kunnen toch niet optreden zonder lichten? Meiden, weten jullie nog de discoballentuin in Lamaland? Je weet wel, het is net een doodgewone moestuin, maar dan met discoballen. Oh ja, laat ons maar, wij regelen het. Klaar, meiden? Oh, hey, hallo! Hebben jullie ook zo zin in glittertuinieren? Soort van. We vroegen ons af of we misschien een paar discoballen mogen lenen. De zangwedstrijd in het pretpark kan niet doorgaan, tenzij wij ze helpen met de podiumlichten. Wow, een show die niet doorgaat? Echt niet. Wij lama's zijn helemaal voor het steunen van de kunst. Dus neem zoveel ballen mee als je wilt. Echt heel erg bedankt, Dan. Je bent echt de beste. Ik heb nog een klein glittercadeautje voor jullie. Oh, wat prachtig. Nogmaals bedankt. Deze zijn echt perfect
show. Zijn jullie klaar voor de special effects? Ja! Hey!